Deze video is in samenwerking met Young Ones. Daar gaan we. Een auto bij elkaar verdienen in één week. Is het mogelijk? Ik ben op zoek naar een heitje voor een karweitje. Nou, in deze video gaan we erachter komen. Na mijn eerste nogal simpele klusje. Ja, dankjewel. Had ik maar liefst 1,50. Amigo, ik wil ook. Heeft u een heitje voor een karweitje? Dat zou fantastisch zijn. Ik weet niet of ik naar binnen durf. Hij woont op nummer 13. Dat kan niet veel goeds betekenen. Hij was dicht. Hallo, hoe heet u? Asher. Asher? Hier, Michael. Geniet ervan. Ja, alsjeblieft. Amigo, planten water geven? Hé, hey, Asher. Je had een feestje gisteren. Ja, was een beetje druk. Met of zonder S? Weet je wat? 5 planten, 5 euro. Rook jij dit? Nee, ik rook niet. Ik vind het leuk. Ik geloof er geen reet van. Dan heb je ook gelijk. Huppatee. Asher, ik ben klaar. Een fijne dag. Bedankt voor de 5 euro. Alsjeblieft. Ik denk niet dat Asher alweer nuchter was. Hallo. Mag je even dit straatje? Ja? Ja. Zo. Ja, zo. Oké, en dat wordt dan 2 euro. Nou, 10 euro. Jij hebt net een deal met mij gemaakt. 2 euro. Oké, dat is goed. 5 euro praten we nergens meer over. Ja, jongens, je moet een beetje brutaal zijn. Die auto komt niet vanzelf. Boyd Hoek, let op. Want deze vrouw komt nu gewoon hier met 5 euro. Alsjeblieft. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Hallo. Ik begon lekker. Ik verdiende bij de buurvrouw nog een euro. Euro had je verdiend. De andere buurvrouw gaf me een zak plastic flessen mee. Statiegeld. Hey. Toch weer, denk 1,5 euro. Maar daar komen we straks achter. Even verderop bracht ik het vuilnis weg. Voor het legendarische bedrag van maar liefst 10 euro voor een vuilniszakje. Nou, onwijs bedankt. En als dat nog niet absurd genoeg was, mocht ik ook iemands fiets poetsen. Ik ga jullie fiets helemaal boeren. Nou, wat fantastisch. Na 3 uur klusjes zat ik op 34 euro. En een paar flessen. Niet slecht, maar het tempo moest omhoog, mensen. Werken. Er is een platform genaamd Young Ones Legendary. Zorg ervoor dat jij als freelancer geld kan verdienen. Ja, dus via Young Ones kan iedereen, jij dus ook, als freelancer aan het werk. Je kan zelf kiezen waar en wanneer. Ik twijfel er geen moment. Ik maakte een account aan. Voordat ik het wist, had ik mijn officiële intakegesprek. Eerst vraag je eigenlijk van hoe ben je bij Young Ones terechtgekomen? Nou, dat komt omdat jullie mij gevraagd hebben om een filmpje te maken. Ja, je hoort het. Deze video is in samenwerking met Young Ones. Maar dat betekent niet dat ik het geld wat ik met deze video verdien mag besteden aan die auto, hè? Nee, ik moet er gewoon voor werken. Hey Kelvin, heb jij dan een cijfer voor mij? Nee, dankjewel. Hey, graag gedaan, hè. Doei. Doei, doei. Waarom zwaai ik? Hij ziet me helemaal niet. Waarom... Nou, goed. Uurtarief. 18,50 euro. Wil je jouw aanmelding bevestigen? Jazeker. Je hebt je aangemeld voor deze klus. Wacht nu tot de opdrachtgever je accepteert of afwijst. Mijn eerste job. Calvin is working, baby. Ik dacht, ik rij alvast naar Biddinghuizen. Want dan kan je jullie vertellen, mijn job is geaccepteerd. 18,50 per uur. Hey. Daar ging ik. Onderweg naar mijn eerste werkdag. Kelvin, reporting for duty. Tja, om te voorkomen dat mijn eerste werkdag zou uitlopen op een soort massa meet and greet, besloot ik aan het werk te gaan als... Walter. En nadat mijn vermomming leek te werken, was het tijd... Alleen personeel. ...om aan de slag te gaan. Hallo. Hey. Hi. Jazeker. Gewoon een normale cola? Nee. Ik ben van de alibi. Ik werk hier. Nee. Dat is gewoon voor beveiligingscamera. Hey Walter, ik bedoel, hallo. Hallo, ik ben Walter. Welkom bij de alibi. Als je nog een wrap erbij haalt, krijg je ook een gratis drankje erbij. Nee, dat kan niet. Nee, dat is ook niet zo. Dus, Guus, wil jij weer achter de kassa? Ja. Na 2 uur zweten in de keuken werkte ik ook nog even 2 uur bij de achtbaan. Een beetje beugels checken. Sorry, het is mijn eerste dag. Het duurt even wat langer. Duimpje omhoog. Knopje indrukken. En als afsluiter kon ik het niet laten. Tijdens deze intense trip realiseerde ik me dat ik nog helemaal niet iemand had gevonden aan wie ik de auto zou gaan geven. Totdat ik deze lieve dames tegenkwam bij de uitgang. Ja, zijn jullie ook vriendinnen? Ja, zeker. Ja? Komen jullie elke dag hier werken? Ja. En dan komen jullie in de auto? Ja, met de bus. Met de bus? Ja. Nee, ook met de bus. Maar jullie hebben geen auto? Nee. Oh. Hey, ik heb niet eens een rijbewijs. Oh, en heb je een rijbewijs? Ja, net een week. Net een week? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nyota. Nyota, is dat goed? Ja, ik ben Kelvin. Ja. Maakt het dan nog uit wat voor auto het is?
eentje die me van A naar B brengt. Ja? Ja. Maar verder maakt niet uit. En 5 deurs. 5 deuren? Ja. Oké. Ik wist nog niet zeker of ik mijn nieuwe vriendin Nayota zou gaan uitkiezen, maar misschien is zij wel de uitverkorene. En dan hoor ik je denk ik al fijn, de werkdag is voorbij, dus je gaat lekker slapen. Nou nee! Ik ga nog een manier proberen om geld te verdienen, maar daarvoor moeten we even van voertuig wisselen. Een lekker busje! Vanavond is een van de avonden in Amsterdam waar je grof vuil op straat mag zetten. Kastjes, bureaustoelen, lampen, PlayStations. Nou, ik denk niet dat ik die ga vinden, maar het zou in theorie mogen. Je kan natuurlijk al raden wat ik ga doen. Oh ja, ik heb voor deze quest de hulp geregeld. Kijk, ja, we laten de dingen pakken, man. Hier, daar, hè? Twee plekken. Ja, dit is niks, toch? Dit is niks, nee. Dit is een koelkast, toch? Een koelkast. Staat daar nou... Nee, die is geld waard, joh. Maxi-Cosi! Maar wacht even, dit is een koffer. Hou op. Pennyboard, koffer. Een volle tuinset. Wel een mooi designertafeltje. Dit. Hartstikke mooie koffer. Koffertje. Kinderzitje voor in de auto. Nog een kinderzitje. Een kinderkoffer. Nog één. Het is dinsdagochtend, dag 2 van mijn opdracht om van 1 euro een auto te maken binnen een week. Die we dan vervolgens aan iemand gaan geven die hem wel kan gebruiken. Leuk hè, leuk. Ik heb 108 euro, ik heb nog een paar flessen in de auto liggen. Maar het belangrijkste, ik heb me gisteravond toch een partij spullen opgehaald. Het is ongelooflijk. Ik heb ze vanochtend even allemaal in mijn tuin gezet. Check dit. Een volledige tuinset. Niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 kinderzitjes. Een designtafeltje. Niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 koffers. Een koelkast. En een pennyboard. Lekker! Ik heb vanochtend even een grote fotoshoot in mijn tuin gehad om alles op de foto te zetten voor de advertenties, want ik ga het natuurlijk online proberen te verkopen. Hey, Clint. En het is echt mijn geluksdag vandaag, want toen ik foto's maakte van 1 koffer, weet je wat ik vond in die koffer? Het lijkt bijna alsof het in scène is gezet. Ik vond gewoon geld in die koffer. Ik vond geld in die koffer, en niet zomaar geld, nee, ik vond een legendarisch bedrag van 5 cent. Ja, dat is toch weer 5 cent. Hè? Ook vandaag ga ik weer geld bij elkaar verzamelen door te werken. Jazeker. Ik heb me weer aangemeld voor een job via Young Ones. Het is een bezorgjob. Het is lekker weer bij het. Ik dacht, leuk man. Voordat ik dat ga doen, ga ik eerst al die spullen even op marktplaats zetten. Ja, dat was even voor de shot. Ik heb nog niks gedaan. Ik ga het er nu op zetten. Oh, wat voor bouwmarkt zou het toch zijn? Het is geblurred. Iedereen ziet toch gewoon dat dit de Praxis is? Ja. Waarom blurren we het dan? Hier moeten we zijn. Ja, dat zijn ze. Ik hoor je denken, Calvijn, wat de doe jij nou weer? Nou, het is tijd voor een nieuwe geldverdienmethode. En daar had ik eerst wat spullen voor nodig. Zit er ook garantie in de prullenbak of niet? Oh ja, sowieso. Dan heb je een maand de tijd. Nou, gek. Oké, fijne dag. Deze 4 prullenbakken gingen mij stinkend rijk maken. Het enige wat ik nog nodig had, waren een aantal stickers die ik van tevoren had uitgeprint, een paar zakken zand en duct tape uit mijn keuken. Mijn 4 goudmijntjes waren klaar. Maar voordat we deze rakkers in actie gaan zien, was het eerst tijd om te... WERKEN! Uiteraard via Young Ones Legendary. 16 euro per uur, fietscourier. Ik ontmoette mijn nieuwe opdrachtgever, moest even wat papierwerk regelen en voor ik het wist kon ik beginnen. Mijn opdracht voor vandaag, 6 pakketjes van de Bijenkorf ophalen en met spoed rondbrengen naar 6 behoeftige papies in Amsterdam. Wie weet mij wat vandaag? Easy. Ik ben er. Eenmaal bij de Bijenkorf moest ik even wachten. Ik dronk wat water. En ja hoor, ik mocht de pakketjes meenemen. Lieve Aisha van de Bijenkorf hielp me gelukkig met tillen. Daarvoor zijn we er. 6 pakketjes, 6 adresjes. Daar ging ik. Zo vrij als een vogel door Amsterdam voor 16 euro per uur. Hey, ik heb een pakketje van de Bijenkorf. Alsjeblieft. Ik dank je vriendelijk. Pakketje voor Charlotte? Ja, klopt. Ja. Iets te laat, nee? Ja, ik vergeet het je wel. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Pakketje nummer 3 is voor... Murillo. Yes. Here's your package. Thank you so much. Have a good day. Murillo. Hallo. Hoi. Ik kom een pakketje afleveren. Ik heb hem maar gewoon op de trap gezet. Pakketje nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Hi, een pakketje voor Emilia. Ja. Hey, alsjeblieft. Dankjewel. My job is done here. De dag is nog niet voorbij, want zoals je weet heb ik hierachter nog 4 goudmijntjes liggen. Het plan was dus als volgt. Op 4 drukke plekken in Amsterdam zet ik deze flessenbakken neer. De bedoeling is dat mensen hier massaal flessen in gaan gooien, die ik dan vervolgens weer meeneem en inlever bij zo'n apparaat, weet je wel, waardoor je lekker statiegeld kan vangen. Of alleen maar aan het eind van elke dag bakken leeg te halen en in te leveren. Briljant, al zeg ik het zelf. Goedemorgen. Het is de ochtend van dag 3 in de week waarin ik van 1 euro naar een auto ga. Vanochtend werd ik wakker met een besef. Ik heb namelijk nog helemaal geen auto op het oog. Ik weet niet eens hoeveel ik moet gaan betalen voor een auto.
Hallo. Ik ben op zoek naar een auto. En eigenlijk de goedkoopste auto die je hebt. 13.400. Oh, jeetje. De goedkoopste auto was 13.000 euro. Dat gaat niet lukken. Ondanks dat ik duizenden euro's voor een auto veel te veel vond, bleef ik het proberen. Dag. 5.950. 4.000. 5.000 zo'n beetje. 1900 euro zo maar. 3245 euro. Doe even normaal, joh. Gaat hem ook niet worden. De moed zakte me bijna in de schoenen. Totdat. Anders moet ik even gaan bellen of hij nog iets heeft wat er voor de handel staat. Deze meneer ging even bellen met een collega en, nou ja, daarna gebeurde dit. Er komt vrijdag een grote Corsa binnen. En die kan voor 500 euro weg. Hou op. Ja. Dan zou ik die wel graag willen, ja. Schrijf ik even met jou gegeven. Grandioos. Ik weet nog niet wat voor auto het gaat zijn, maar het enige wat ik bij elkaar hoef te verdienen deze week is... 500 euro. Ja, ik kan het bijna niet geloven. Ik vind het wel tricky. Aan de ene kant is het wel ongeveer het bedrag wat ik stiekem wilde. Dus aan de ene kant ben ik blij. Aan de andere kant denk ik, ja, ik weet vrijdag pas wat voor auto het is. In de tussentijd ga ik niet stilzitten. Ik ben namelijk even naar Amsterdam gereden om te kijken of er al iets in mijn flessenbakken zit. Ik verwachtte tientallen, nee honderden flessen aan te treffen. Vol zelfvertrouwen ging ik op mijn flessenbakken af. Stinkend rijk zou ik gaan worden. Ik zie hem niet. Hij is weg. No. Hier stond hij. Ah, gelukkig was er nog eentje over. Ik zie hem staan. Er zit gewoon zooi in. Maar er zitten ook flesjes in. Oké, mijn flessenplan was nogal een flop. De paar flesjes die erin zaten haalde ik eruit en zette de bak gewoon weer terug. Nieuwe plek. Oké. Best drink in the world. En dan vraag je af, wat is je strategie? Nou, ik ga het je vertellen. Dus wat betreft marktplaats heb ik nog even geduld. Het tweede deel van mijn strategie is niet waterdicht. Het is risicovol. Aangezien al mijn flessenbakken weg zijn en die marktplaatsdingen niet voor honderden euro's over de toonbank gaan, heb ik besloten om mijn geld, wat ik tot nu toe heb, op een verstandige manier te investeren. En dat is door alles op rood te zetten. Ja, alles erop, alles op rood. Oké, 160 euro. Ik moet door. Ik ga die 160 euro weer allemaal op rood zetten. 160 euro op rood. Ik durf niet te kijken. Kut. Dit was niet slim. Oh. Ik heb nog 6 euro en 9 cent. Maar... Tot diep in de nacht heb ik doorgewerkt aan mijn strategie. Morgen, ja. Hey, goedenavond. Heb jij morgen tijd? Ja. Dus, nou is er een job in Noordwijk op het strand. Wel voor 10, als ze voor 10 uur kan laten weten, zou wel chill zijn. Want... Ja, prima, dan gaat het wel lukken. En zelfs toen ik wegsukkelde in slaap, werd ik in mijn dromen opgejaagd door Nayota. Eentje die me van A naar B brengt. En 5 uur. Het is bullshit natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Ik ga jullie gewoon vertellen wat het plan is, oké? Maar het plan lijkt te werken. Via Youngones kan je ook jobs doen waar meerdere mensen voor nodig zijn. Gelukkig is het vandaag lekker weer, want ik heb een aantal van mijn vrienden gevraagd of ze gezellig met mij naar het strand gaan. En daar gaan we werken. Ik zou zeggen, sun's out, guns out. Yeah. Het strand van Noordwijk. Als ze niet komen opdagen of het komen te weinig opdagen, heb ik een probleem. Ik kon het niet geloven. Bijna iedereen was opkomen dagen. Vandaag ging ik serieus knaken verdienen. En zoals Joe Cocker zou zeggen, with a little help of my friends. Iedereen is er. You wanna buy sunglasses, my friend? We gaan werken. Deze job was geen kattenpis. 4 uur lang moesten we met z'n allen een bedrijfsuitje op het strand begeleiden. Je weet wel, een beetje scheidsrechter zijn, spelletjes uitleggen. Eigenlijk alles in goede banen leiden. Dit is echt heftig. Dit is gewoon echt beunen. En kijk, die zweet op mijn voorhoofd, alles. Als ik mijn broek uit doe, zie je ook zweet in mijn naad en shit. Dat is wel laag, hoor. Maar na 4 uur strijden in de felle zon zat onze taak erop. En ging al het geld wat er verdiend was in mijn pot. Bedankt, lieve vrienden. Hallo. Goedemorgen. Het is dag 5 en ik ben helemaal naar de kloten. Vanmiddag ga ik jullie vertellen hoeveel geld we gisteren samen verdiend hebben. Het is best wel veel. Maar eerst moet ik even wat anders doen, want ik heb een aantal afspraken met mensen die mijn marktplaats spullen komen halen. Voor geld. Sick. Weet je wat pas sick is? Dat ik te laat was voor mijn marktplaatsafspraak.
Gelukkig heeft iemand op kantoor het zwarte tafeltje meegegeven aan een koper voor het prachtige bedrag van, ja, let op, 10 euro. Lekker! Ik heb het alleen niet kunnen filmen, want ja, ik was er niet. Dus hier een screenshot voor bewijs. Gelukkig was ik nog wel op tijd voor de koelkast. Ja, fijn dat je zo snel kon komen. Dus dat we het niet erg vinden, dat eurotje extra, hè. Veel plezier ermee. En alle andere dingen waren nog niet verkocht. Verder is het allemaal niet heel veel soeps. Maar goed, er gaat vanmiddag iets heel belangrijks gebeuren, want ik word gebeld door de autogarage of ze de auto hebben. Pak ik aan je lijn, Tom, met Hans. Goedemiddag. Hallo, je spreekt met Calvijn. 500 euro hadden we destijds gezegd. Ja, precies. Ja, ik krijg net binnen. Oké, okay. Kan ik meteen langskomen? Kijk, zullen we een uurtje doen ongeveer? Ja, dat is goed. Bedankt. Sorry. Alright, baby. De auto is er. Ik keek net even op mijn bankrekening. En mijn vrienden van Young Ones hebben mij een bedrag gestort. Daar word je bang van. Dan heb je binnen Young Ones een functie dat je binnen 1 minuutje geld krijgt. Alleen dan lever je wel 2,9% in of zo. Dus daar heb ik gewoon voor gekozen. Dus ik heb op dit moment 699,71 euro op mijn rekening gestort gekregen. With a little help of my friends. Dit is het moment. Moment. Waar ik de hele week naartoe heb geleefd. Het moment van de auto. Let's go, baby! Klein deukje zie ik hier. Auto. Kijk, hij is alleen een beetje slecht onderhouden. Dus de bekleding is vies en lelijk. De verf is eraf, de lak is eraf. Dus ik ga nog wel even kijken wat daarin mogelijk is. Ik had een dubbel gevoel. Aan de ene kant was ik blij dat ik een auto had gevonden. Maar aan de andere kant voelde het toch niet helemaal goed om dit afgetakelde bakkie aan Nyota te geven. Na een tijdje dacht ik ineens aan wat Nyota me verteld had. Eentje die me van A naar B brengt. En 5 deurs. 5 deuren. Ja. En aangezien deze auto niet eens 5 deuren had, probeerde ik toch nog wat anders te regelen. Jurgen, je zegt 500 euro. Maar ik heb eigenlijk iets meer. Iets meer dan 750 euro heb ik. Heb je iets anders voor, zeg maar, 750 euro? Nou, we hebben wel een auto afgekeurd. Okay. Dus voor de rest technisch is het wel een hele goede auto. En die zou eventueel voor dat geld weg kunnen. Dezelfde pizza. Dit is het. Dit is hem gewoon. Dit moet hem worden. With a little help of my friends. Het voelt toch net iets beter om deze prachtige Seat Ibiza aan Toyota te geven. Schudden we dan de hand? Ja, ik vind het voor de officiële vorm. Dat hoort ook zo, hè? Ja, 750 piek. 750 piek. Voor deze prachtige auto. Zeker, met nieuwe APK. Potsamdorie. Het is gelukt. Geweldig. Deal. De perfecte auto voor maar 750 euro. Er was alleen één probleem. Ik kwam nog 19 euro en 20 cent tekort. Ik hoefde alleen niet lang na te denken over waar ik dat geld vandaan ging halen. Want heel af en toe ligt het geld gewoon voor het oprapen. 0 flessen. Ik leverde de flessen die ik eerder die week had opgehaald in. En maakte thuis de prullenbak schoon. Welke bouwmarkt zou dat zijn? Maatschappij staat binnen 48 uur goed op de rekening. Het is gelukt. Nadat de auto nog even gekeurd was, kon ik hem een paar dagen later meenemen. Ik heb Nyota en haar twee collega's gevraagd of ze nog een keer willen langskomen om een soort interview op te nemen over hoe het is om te werken bij Walibi. Hoi, ik ben Nyota, ik ben 23 jaar en woon in Lelystad. Je grootste droom? Geld. Dit interview is natuurlijk bullshit, dat snap jij ook wel. Nee, ik wil wel echt een thuis, weet je. Ja. Ik ben ook wel op zoek. En ik ben nu eerst aan het sparen voor mijn auto. Uit huis gaan kom ik dan. Nadat we even gezellig gekletst hadden en veel gelachen hadden, was het tijd. Ik vind het shot wel mooi, maar ik denk dat het best is als we die portretjes van buiten lichten. Ja, misschien gaan we hier wel even. Hé, hey, loop even mee. We zijn hier vandaag voor wat leuks. Ja. Voor een interviewtje. Maar eigenlijk heb ik een beter idee. Nee, want ik ga jou denk ik gewoon een auto geven. Nee. Yes! 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 Met die microfoon. Maar ja, dat is jouw nieuwe bakje. Oh, ja, dat is een nieuwe bakje. Ja, dat is het. Mag ik een knoop? Ja, oké, dankjewel. Wij kon je er wel gebruiken. Onze vrienden van Young Ones wilden er nog wat bovenop doen. Ja. Alles qua wegenbelasting, qua verzekering, qua brandstof, allemaal geregeld. Yeah. Yeah. Dankjewel, echt heel erg bedankt.